Ik zeg even stoppen. Jean. Waar staan we? Dat weet ik niet. Het is de vierde keer dat ik het vraag. Ja, en ik weet niet waar we staan. Dus dan overleg je even met elkaar. Dan ga je vanaf stap 1, pak je het boekje nu bij de eerste pagina. Ja, maar dat probeer ik al echt al de hele tijd. Maar als ik hier iemand heb die niet met mij wil samenwerken. Nu zeg ik het. Ja? In de kapel is intussen de volgende leraar al bezig met zijn voorbereidingen. Ron Blauw is chef-kok met Michelinsterren en 5 eigen restaurants. Maar ondanks zijn schat aan ervaring is hij best zenuwachtig. Ik ben altijd nerveus. Weet je, het is weer iets nieuws. Het is ook een beetje de eerste 10 minuten van, hey, wat voor vlees heb ik in de kuip? Zo denken zij ook, dus dat wordt een beetje aftasten. Geniet ervan. Ja, we gaan lekker eten. Oh mijn god, het is Ron Blauw. Ik vind Ron Blauw echt geweldig. Ik vind het echt een fantastische kok. Dus ja, ik vond het wel superleuk om les van hem te hebben. Goedemiddag. Hi. Meneer de Michelinster kok. Hoi. Goed ingelezen. Nee, hi. Mijn ex heeft bij u gesolliciteerd. Ja? Ja. Oh. Hi. Ron wil de jongeren in zijn lessen 3 van zijn beroemde gerechten leren maken voor de slotdag met hun gasten. En ook na Dream School heeft hij stageplekken voor leerlingen. Het koksvak is toch nog steeds een vak van als je niets anders kan dan word je kok. En dat imago hebben we nog steeds een beetje. Dus we maken heel veel jongens mee die toch altijd wel een klein randje hebben. En ik vind het fantastisch om jongeren toch weer een beetje op de rit te krijgen. Dus ik hoop dat ik iemand kan prikkelen in deze groep. Dat die denkt, hey, dat koken is leuk en hier wil ik verder in gaan. En dan is de deur altijd open. Het is helemaal niet dat ik vanaf jongs af aan met de pannen bezig was. Of al met mijn moeder taarten stond te bakken. Totaal niet. Toen ik 16 was, wilde ik maar 1 ding. En dat was naar Amsterdam. En uiteindelijk was ik overal te laat met inschrijven. En toen kreeg ik nog een brief van een horecaopleiding. En toen dacht ik, nou, dan word ik maar kok. En uiteindelijk heb ik in 1999 mijn eigen restaurant geopend. In de Oude Kerk aan de Amstel. En na 5 jaar kregen we daar een Michelinster. En een half jaar later kregen we onze 2e Michelinster. Dat betekent toch dat je heel goed eten hebt? Dat betekent dat je heel goed eten hebt, ja. Van die kleine hapjes. Kleine hapjes met grote borden. Wat ik verwacht te bereiken is in ieder geval dat ze er lol in hebben. En dat ze leren samenwerken. En dat ze niet denken van als ze iets zien met ingrediënten van dat kan ik niet. Als eerste wil ik de jongeren gaan vandaag taco's maken met de pikante kipvulling. Die ze dus op de slotdag ook gaan maken voor hun gasten. Dus het moet gewoon top zijn en lekker zijn. En eigenlijk is dat het hele koken. Je moet bezig zijn met koken zometeen. Dat je het maakt voor je allerbeste vriend, vriendin of voor je vader en je moeder. Ik probeer ze vooral mee te geven dat ze iets met liefde moeten en passie moeten doen. Dan lukt heel veel. Dus je hebt 1 vetvetpapiertje, stop je er straks in. Ik had eigenlijk echt gehoopt op patat, je weet toch? Ron doet het hele proces 1 keer voor. Het is de bedoeling dat de taco's mooi rond worden. En daar heeft Ron bijzonder kokerij voor gemaakt. Haal je deze tussenuit. En dan ga je hem in de frituur doen. De jongeren krijgen ook nog een beschrijving van alle stappen en moeten dan in duo's aan de slag. Want Ron wil ze dus leren samenwerken. Kom maar aan deze kant, dan heb je die frituur ook bij je. Moet ik wat ruimte maken? De taco. Ja, ik heb het weer eens niet goed gedaan. Jawel, ik heb helemaal niks gezegd. Wat doe je nou zo niet? Het is een vraag. Weet je het zeker? Ik hoop het. Je hoopt het, dan ga je het verneuken. 2 over. Ze zag het er bij hem helemaal niet uit. Zo. Ik vind koken heel leuk om te doen, omdat alles bijna wat ik maak is lekker. En ook al is het de eerste keer, dan proeft het alsnog lekker. Dus ik kan koken. Oh, heb je dat glaasje? Ja, we hebben wel fout. We hebben wel fout. Ja, maakt niet uit. Die gaat hetzelfde worden, let maar. Nee, bro, kijk wat hij doet. Jawel. Gelukkig voor Marvin en Tatanka zijn er genoeg ingrediënten om ook nog een taco zonder plastic te maken. Tim en Jess hebben meer moeite met de kip. Of eigenlijk met de aanpak van hun chefkok. Nee, maar is die gewassen? Goed? Ja, gaat goed, hoor. Hoe bedoel je gewassen? Nou, of die onder de kraan hebt gezeten. Oh. Je gaat de kip toen niet al wassen? Natuurlijk wel! Altijd de kip wassen. Dat doe je toch altijd? Alles moet je biefstuk wassen. Alles moet je wassen. Ja? Altijd vlees wassen? Frikandel, die ook wassen is. Ja? Echt? Nee. Nou dan. Dat soort types lopen heel veel mij. Zo is het anders? Ik vind dat alleen maar grappig. Ik vind het anders of je het in een pan of in een friteuze doet. Je maakt het toch gaar? Nee. Ik vind dit gaar. Raar of gaar? Allebei. Het is een jongen met van mij een heel klein hartje. En meer een soort attitude van, ga jij me wat vertellen? En terwijl hij eigenlijk heel veel lol erin had. Maar dat ook weer niet wou laten blijken van, weet je wat, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Een werkbank verderop heeft Zoe een stuk minder lol in de kookles. Kutzer. We hadden gewoon afgesproken, oké, jij gaat dit doen, ik ga dat doen. En dat deden we ook. Maar Zoe die had best wel wat dingen waarvan hij niet wist hoe hij dat moest doen. Dus die was een beetje aan het klungelen ermee. Zij vond het hartstikke leuk en ik vond het iets minder leuk. Ja, dan loopt het niet zo lekker.
Ook bij Marvin en Tatanka loopt het stroef. Nadat de eerste taak al behoorlijk mislukte, wil Tatanka het nu precies volgens het boekje doen. En dat duurt Marvin veel te lang. Ze hebben het gaasdubbel. Ik vind samen koken met iemand die een beetje door kan werken en verstand heeft van koken, vind ik een heel stuk makkelijker dan iemand die heel langdradig over alle stappen wil doen. Hoe gaat het hier? Zijn we klaar? Nou, nee, want we zijn nog niet eens goed kunnen beginnen. Doe je handen even zo. De meesten die onderschatten het zeker. Die denken inderdaad van nou, een tacootje, een beetje kip erin en een beetje saus eroverheen. En dan zijn ze bezig en dan zien ze ook, dat wordt een klus. En dan moeten ze gaan samenwerken. Duidelijk? Ja, ik kook nooit samen, ik hou daar niet van. Je houdt er niet van, maar je moet nu. Ja. Soms moet je wel eens twee uur naast iemand staan waar je geen klik mee hebt. Maar er moet toch een eindproduct komen. Ik vind het ook niet leuk om te doen. En ik zit wel helemaal niet in de keuken, like, echt niet. Oh, ik wil voor mezelf koken, snap je? Meneer Blauw legt alles een beetje uit als in, oh ja, ik moet alles in één keer kunnen onthouden in één keer. En dat vond ik al een beetje moeilijk. Ik snap er geen ene tering meer van, ik heb er echt geen zin meer in. En als ik het dan vervolgens zelf probeer en eigenlijk er gewoon geen samenwerking kan zijn, omdat het gewoon van beide kanten fokt op gaat, ja, dan is er gewoon kortsluiting. 200 gram. Hoe ga ik 200 gram? Ja, Tatanka kan het of even niet aan, of Marvin is gewoon onaardig in zijn communicatie, in plaats van dat hij haar er doorheen sleept. Wat ik verstandig zou vinden in een tweetal, keert hij zich tegen haar. Hij is heel erg met product bezig. Dit moet af, maar de opdracht was werk in tweetallen. En die is hij aan het vergeten in dat proces. Bas. Dat is makkelijk. Een taco is niks. Gewoon... Bij Marvin en Tanka zag je heel duidelijk dat het absoluut geen team was. Een soort Berlijnse muur stond ertussen. Zelfs geen oogcontact. Het was eigenlijk of ze een stelletje waren die net een paar dagen uit elkaar waren. Waar staan we? Ja, dat is een hele goede vraag waar we staan. Want weet je, ik probeer alles volgens het boekje te doen, maar het lukt even niet. Even stoppen. Ik vraag waar staan we? Dat weet ik niet. Ja, en ik geef je ook gewoon eerlijk antwoord daarop. Dan overleg je met elkaar. Ja. Ja? Jullie zijn team. Dus ik zeg even stoppen. Team. Waar staan we? Dat weet ik niet. Het is de vierde keer dat ik het vraag. Ja, en ik weet niet waar we staan. Dus dan overleg je even met elkaar. Dan ga je vanaf stap 1, pak je het boekje nu bij de eerste pagina. Ja, maar dat probeer ik al echt al de hele tijd. Maar als ik hier iemand heb die niet met mij wil samenwerken... Nu zeg ik het. Ja? Ga je heen? Kinderachtig zijn. Ik denk dat Tatanka het zo graag goed wil doen... dat ze dan tegen zichzelf aanloopt. Dan heeft ze dan een bijdrage in het falen van de communicatie of van het leveren. En als iemand haar dan erop wijst dat ze dat heel moeilijk vindt. Zeker de manier waarop hij dat dan deed, een beetje ongeduldig. Ja, en daar wordt ze dan woest op zichzelf. Hey, lieverd. Hoe is het met je? Ik heb gewoon heel even een knuffel nodig. Ik raak gewoon even gefrustreerd als ik het gevoel heb dat ik heel veel moeite probeer te doen voor iets wat niet gaat werken. Maar vooral gewoon heel erg teleurgesteld in mezelf dat ik wegloop. Want ik wil er heel graag voor vechten om het wel te doen. Ik heb gewoon het gevoel dat ik met iemand op dit moment gewoon samenwerk. Die gewoon eigenlijk heel erg graag wel wil samenwerken, maar eigenlijk hem niet samen kan koken. En dan word ik gewoon gefrustreerd en dan word ik boos. Dan koel ik liever gewoon even af. Ja, en dan ruik ik het er liever gewoon even uit. Ja. Wil je een stukje lopen? Ja. Ja? Hey, ze is nu weg, ja. Dus je moet het nu alleen doen. Ja, zeker. Er was geen samenwerking, maar nee. Ik wil wel die twee gerechtjes zo. Dus ja. Ga je dat doen? Ja. Komt goed. Eigenlijk een beetje dacht ik, hij wordt de lastigste. Bot tegen mij, dat wil ik, weet ik niet, geen zin in. En uiteindelijk, toen zij weg was, maakte hij het hele gerecht in een kwartier. Dus dat is een jongen die gewoon heel veel kan. Bij de meeste andere werkbanken gaat de samenwerking heel goed. Kijk, want we moeten sowieso eerst die kip bakken. Ja, want dat moet in die ui zo. Lijkt het niet ook verstandig om gelijk nog een van deze te maken als we er toch twee moeten hebben? Als we het straks overnieuw doen. Ik had eerst het idee dat het met Joelle misschien een beetje afstandelijk zou zijn eigenlijk. Maar wij hebben het wel echt leuk gehad. Gaat goed hè? Eén stuk citroengras. Voor mij heb je al een hoeven thuis. Nee, maar ik werk in de slagerij, dus ik weet wel een beetje hoe je wat moet doen. Dacht dat te zien. Ron is blij met alle interactie in het lokaal. En dat blijft niet alleen beperkt tot binnen de duo's. Hey Elgiro. Ja jongeman. Hoe maak je gember schoon? Dat heutje moet je even afsnijden. Hij... Sorry. Ik had bijna een derde oog. Oké, ik wil het zelf doen. Oké, sorry. Dank je. Ik woon op mezelf, dus ik moet wel gewoon voor mezelf koken. Ik doe maar een klein beetje over allebei. Mijn moeder kon ook perfect koken en dat mis ik ook wel een beetje.
En dat probeer ik dan ook een beetje na te doen. En niet vergeten, ik wil dan ook gewoon het beste weer zijn. Oké, maar dit is sowieso niet genoeg. Moet sowieso veel meer van die sambal erin. Van die sambal mag er wel meer bij. Hij is echt heel talentvol. Hij komt heel stoer, maar hij kan het ook. En als je zag hoe ze aan het werk waren met z'n tweeën... Ja, dat was gewoon echt een fantastisch team. Ja, dat is denk ik wel goed genoeg als je dat er nog bij doet. De samenwerking tussen de jongeren vindt chef-kok Ron in deze les misschien nog wel belangrijker dan het kookresultaat. Maar bij Marvin de Tatanka is de samenwerking deze keer mislukt. En ook bij Zoe en Whitney loopt het nog steeds niet lekker. Jullie lopen een beetje achter. Oké. En weet je hoe dat komt? Nou. Want jullie volgens mij nog de hele les geen woord tegen elkaar gezegd hebben. Heb ik gelijk of niet? Ja. Dat geeft niet als het resultaat goed is. Maar het is een beetje rommelig en het ziet er niet goed uit. Dat is wel een beetje mijn schuld eigenlijk, omdat mij heel dat koken niet zo interesseert. Dus maak er wat van, praat met elkaar. Dat is belangrijk. Whitney en Zoe die starten gewoon heel erg slecht. Terwijl zij wel voor mij heel punctueel was, alles opschreef. En toen ik zei van even stilleggen nu, toen begonnen ze eens met elkaar te praten. Ik zag zelf een klein mondhoekje zag ik omhoog gaan toen iemand wat zei. Dus, ja, je ziet hoe belangrijk dat is, dat samenwerking, dat daar de allermooiste dingen ook uitkomen. En dat was heel leuk om te zien. Hey, goed hersteld. Ja, toch? Ja, echt. Vlak voor het einde van de les komt Tatanka terug. Ze heeft zich herpakt en probeert het bij te leggen met Marvin. Ik was niet boos op jou. Ik was gewoon moe. Ik moest gewoon even weg zijn. Ja, ik heb ook echt geen probleem met jou. Zo. Ik denk dat Tatanka gewoon, die was ook moe. Ze kan het volgens mij wel. Ze begon heel erg positief en het kwam ook dat ze gewoon geen klik hadden. Maar ja, dat moet ze ook leren. Is iedereen klaar, jongens? Dan wil ik jullie bedanken. Komt u die van mij ook even proeven dan? Van jou, ja, die van jou even proeven. Ja. Ja, ik vond het fantastisch. Koken is niet zo ingewikkeld. Het is wel ingewikkeld, denken we allemaal. Maar als je het leuk vindt om te doen, dan gaat het een stuk makkelijker. En er zijn een heleboel bij die ik zo erbij zou halen en zou kunnen opleiden. Kijk hem genieten. Orgasme in zijn mond. Ja, ja, ja. Ja. Ja? Ja? Ja. Goed kant is. Kijk, zie je.